Ja, dan gaan ze drinken. Van de chef. Omkopen. Ah, drink je samen, maar dat, hè? Ja, dat is verkeerdig. Ik drink dan niet, omdat het te zwaar voor mij. Dat geef ik niet weg, hè. Een paar kaarsen. Gisteren gezien je met de vlam, dan? Het Olympisch vuur. Het Olympisch vuur, en in één keer een kwak. Een groot vuur vanaf. Iedereen in paniek. En het vuur had? Nee, het was niet uit. Ik zeg, goed, doe nu eens een gedurfde uitspraak, dan monteer ik hem er tussen. Een gedurfde uitspraak? Ik heb... Ik zal een vraag stellen. Ja. Louis of Koen? Ah, Louis is keihard ontrainen. Ik heb hem van de week nog gezien. Staat vlijmscherp. Dus normaal zou het Louis moeten zijn. Maar ik ga mijn eigen zoon maar niet verkopen. Ik kan er volledig voor gaan. Ik wou eigenlijk vandaag een trainingswedstrijd. Maar Louis, je gaat er moeten voor knokken, man. Aha. En voor de rest, Willem Bremse al verschillende jaren gewonnen. Ik denk dat dit jaar een andere winnaar gaat zijn. Ja, de Willem is berensterk met fietsen hier. En het fietsen is hier wel doorslaggevend. Maar vandaag hebben we een aantal mannen op de deelnemerslijst te zien. Willem, je gaat uit de pijp moeten komen. Met zeker. Louis, I'm gonna beat you. Ik heb hier wel rust, want dat is een verre wedstrijd. Met een volvoet op stal zetten ze. Ja, die zit er. Hier, hier, maar. Ja, oké. Koen, je weet toch wat 404 in internet wilt zeggen, hè? Error 404, page not found. Ja, page not found. Mag ik u een paar vragen stellen? Ja. De Koen zei voor de wedstrijd, mijn een dag is goed als ik de Louis klop. Koen Bens. Dat zou hem niet mogen zeggen, want Koen is echt een getrainde triatleet, maar goed, ik ben blij. Ik heb eigenlijk voor Koen uit het water gekomen en dan hebben we ongeveer samen gefietst. En Koen is wel een heel sterke loper, dus daar heeft hij moeten, daar heb ik hem moeten lossen. Maar ik ben heel blij met mijn wedstrijd. Want hij zei, ik heb hem in de week gezien en hij stond veel scherper dan ik. Zei hem dat? Ik heb de ganse week nachtopnames gehad voor Spitsbroers. Ik heb vannacht om 4 uur geslapen. Ik ben thuisgekomen om 5 uur. En vanmorgen wakker geworden om 1 uur of 10. En dan ben ik moeten haasten naar hier. Maar want de vorm is wel goed. En dit is per herhaling vatbaar. Ja, het is een fijne organisatie en een mooie triathlon. En het weer was op zich wel gunstig. Het was niet te warm. Vrij bochtig parcours, dus je verliest soms wel wat snelheid, maar eigenlijk heel aangenaam, een leuke sfeer en zo. Dus mooi om erbij te zijn. Het zou normaal de laatste organisatie zijn vandaag. Deze wedstrijd moet blijven. Ik vind dat elke wedstrijd moet blijven, ook deze, want het is gewoon belangrijk dat mensen sporten, dat ze actief bezig zijn. En het spoort ook aan om voor andere mensen die komen kijken en zo, mensen zijn enthousiast om te bewegen, dus het moet blijven. Alsjeblieft. Graag gedaan. Nog een boodschap voor de Koen. Koen, volgend jaar pak ik u, jong. Ha.